Mevrouw Partika, het is goed dat u af en toe op de knieën ligt, maar ik zou dat toch voor een andere gelegenheid voorbehouden. Dan geef ik nu het woord nog aan meneer De Man. Bij l'étage, non. Et pour monsieur Brodkan. Maar non, pas jaloux. C'est pas une pause pour le parlement. De dame waar het allemaal om draait, Katrien Partika, hier op een ander moment nog lachend bij de Waal. Afgelopen donderdag zat ze dus geknield bij een collega iets uit te leggen, toen diezelfde de Waal de opmerking maakte, seksisme volgens Partika.